Welkom op de Provara, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Ik neem jullie de komende 3 dagen mee op de stand van de metropoolregio Amsterdam. Nou, we staan hier met 16 partners en we hebben natuurlijk rond woningbouw, rond economische ontwikkeling, rond bouwen, hebben we gewoon dezelfde opgave. Dus door daar samen voor te staan, ja, staan we sterker. Wij hebben in deze regio een hele grote woningbouwopgave. Ik hoop dat we vooral de komende dagen veel kennis kunnen uitwisselen, ideeën, oplossingen met elkaar kunnen bedenken om die bouw echt aan te jagen. Achter mij is de lancering van Nationaal Kenniscentrum Biobased Bouw, waarmee de transitie naar biobased bouwen versneld wordt. Dus we hebben het ongelooflijk nodig. We hebben het nodig voor de bouw, om de bouw te verduurzamen. De bouw is een grote uitstoter en dat moet dus anders. En dat, ja, het begint toch echt met materiaalgebruik. Wat zou u de vastgoedsector mee willen geven? Ik denk dat we echt op de goede weg zijn. Op de goede weg in de zin van volkshuisvesting is terug van weg geweest. En overheden en marktpartijen moeten elkaar daarin vinden en daar elkaar in zoeken. We hebben elkaar gewoon nodig om uiteindelijk te doen wat onze taak is. En dat is zorgen dat we bouwen voor al die mensen die een plek nodig hebben. Jullie hebben al veel van het programma gezien, maar nog niet wat het thema is. Dat is de complete regio. Behalve wonen, waar het veel over gaat, is een plek om te werken minstens zo belangrijk. Wat wij proberen is werklandschappen van de toekomst te maken, zoals wij die noemen. Waar mensen graag werken, maar waar mensen uit de omgeving ook graag komen. En op die manier zorgen we dat dat echt een onderdeel van de stad wordt. Dit was dag 1. Morgen staat de stand in het teken van de duurzame regio.